Het ziet er een beetje vreemd uit. Acteurs die wandelen voor een groen doek. Maar dat heeft alles te maken met de computertechniek die nodig is voor het bewegende schilderij. Dit is een van de situaties die we straks gaan zien. De tekening die u net zag is uit 1950. Wat u straks te zien krijgt in het schilderij begint in 1900 en eindigt net iets na 2000. Het beeld is een skyline van een stad die New York zou kunnen zijn. Getekend door Joost Veerkamp, een van de beste striptekenaars van Nederland. Met videoanimatie worden de karakters erin gebracht. Ja, we zijn dus voor een groot greenscreen, dus een groen doek. Opnames van mensen aan het maken die dus een rol hebben in het schilderij en die daarin voorkomen. En door middel van dat greenscreen kunnen we de achtergrond weghalen en dus die personages in het schilderij plaatsen. Een jaar lang verandert het schilderij elke dag. Maar de bezoeker heeft ook invloed op de gebeurtenissen. Dat kan aan de ene kant zijn dat er dingen gebeuren op het moment dat iemand heel snel langsloopt. De vogels in het park vliegen verschrikt op het moment dat iemand hard langsloopt. Maar dat kan ook zijn dat op het moment dat juist iemand langer staat kijken, dat karakters, ik noem even de zwerver, de rust terugvindt om weer in slaap te vallen. En tot het moment dat hij weer wegloopt in één keer weer wakker schrikt. 12 mensen werken een jaar aan het project. Het is de bedoeling dat het schilderij ook gaat toeren langs musea. De makers hebben alvast een visje uitgegooid bij het Museum of Modern Art in New York. Op 1 januari wordt het werk onthuld in Den Bosch.